De korte nabeschouwing van deze wedstrijd, DVS 33 HBC. Joram, tevreden? Ja, onderaan de streep ben je natuurlijk tevreden, want je bent 3-1. Ik vond dat we de eerste helft ook wel de betere van het spel hadden. Ik vond wel door slordigheden van ons, volgens mij 2 of 3 keer een breedtebal van zijkant naar de as, komen zij erg gevaarlijk uit. We maken een mooi doelpunt. Ik vind daarvoor hebben we wel een aantal goede kansen. Dan is de bezetting ook wel goed, alleen dan is die laatste paas, dat mist dan echt even. En misschien was dat ook wel het verhaal van de hele wedstrijd, maar daar kom ik zo op terug. En ik vind, na de 1-0 krijgen zij ook nog een dot van de mogelijkheid, ook weer vanuit de omschakeling. En dan kan Basile Camara gelukkig van de lijn afhalen. Wat ik wel mooi vind om te zien, heb ik zo ook in de rust gezegd, het gedrag wat we dan vertonen, in die zin dat we elkaar allemaal helpen. Ian die vanaf de middenlijn nog even 40, 50 meter aanzet, in de 16 komt. En zo waren er nog wat jongens. Benjamin, Mike, dan helpen we elkaar. Ja, en dat hebben we ook nodig. En uiteindelijk na rust, ja, beter van het spel. Volgens mij maken we op een mooie, mooie manier 2-0. En uiteindelijk bouwen we hem uit naar 3-0. Nou, en ik vind dan moeten we gewoon heel zakelijk zijn. We moeten de bal rond laten gaan. Want zij gaan risico, nog meer risico nemen. Gaan met heel veel mensen voor de bal spelen. Nou, dan moet die gewoon op een gegeven moment erachter worden gelegd. Zoals we de 2-0 bijvoorbeeld maakten. En ja, dat laten we een beetje na. Op een gegeven moment gaan wij wisselen. Nou, op het moment dat we willen wisselen, op laatst met de 3 jongens, valt hij vanuit de corner. Ja, dan Maarten van Dijk had al wat last van de kuit. Hij wilde er ook uit. Of moest er eigenlijk ook uit. Nou, ja, uiteindelijk staat hij dan in die positie waarin hij die korte corner eraf moet halen. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die dan ongelukkig overkomen, maar wel heel doodzonde zijn. Want ik vind dat, dat moet eruit, met name met tegenstanders die nu gaan komen. Je hebt nu 3 promovendi gehad. Ja. Beviel dat? Ja, als je 3 wedstrijden hebt gespeeld en je hebt 9 punten, dan bevalt alles, natuurlijk. Ja, precies. Nou, Huizen, denk ik, gewonnen van Sparta Nijkerk. Dus die beginnen er langzaam en zeker in te komen. Ja, en jullie volgende week op Urk. Op Urk, ja. En wordt die winnen weer overtuigend van Dem, zag ik. Dus wij kunnen ons borst ook nat maken. Maar dat geldt ook voor Urk. Dus uiteindelijk zal dat in mijn optiek een mooie wedstrijd zijn. Met 2 ploegen die graag willen voetballen. Dus, ja, om nog even terug te komen op mijn eerste vraag. Je wilde nog wat zeggen over de hele wedstrijd. Ja, nou, ik vind dat we heel veel kansen hebben gehad. Hè. Ook op het laatste, na de 3-1, komen we gewoon volgens mij nog 4, maar misschien wel 5 keer door. Over rechts, over links. Ja, ja, dan is met fase is de bezetting al goed. Maar dan is het net weer die laatste paas. Hè, die dan net weer of van richting wordt veranderd of net weer in de voet van een van de jongens van HBC komt in plaats van ons op de voet. Ja, dat vind ik zonde. En dat moet de aankomende weken, dat moet gewoon echt beter. Want wij moeten gewoon veel sneller die wedstrijden kapot maken en killen. En dan kun je hier ook vandaag gewoon 6-7 keer scoren, denk ik. Zeker. Nou, in ieder geval natuurlijk een voorbeeldige start. 3 wedstrijden, 9 punten. Wat wil je nog meer? Ja, nou, 4 wedstrijden. 4 wedstrijden, 12 punten, denk ik. Ja, heel logisch. Dinsdagavond voor de beker, ja, tegen OJC Rosmalen. Ja. Daar hebben we al een keer tegen geoefend. Ja. Verwachtingen? Nou, ik verwacht al een beetje hetzelfde als vandaag. Manier van spelen, wat ik ze toen in de voorbereiding ook heb zien doen. Ja, dat zijn op dit moment een beetje mijn verwachtingen. Maar goed, daar zullen we straks informatie over krijgen. En een mooi plan opmaken, zoals ze dat dan weer zeggen. Ik heb wel het idee dat HBC van de 3 promovendi het beste voetballend, het beste tot ja, ik vond, ik moet zeggen, ik vond Roda Raalte met Vlaag ook wel willen voetballen. Die kon het met name vorige week gewoon wat minder goed volhouden, denk ik. En dat vond ik van Huizen op een gegeven moment ook wel. Maar goed, die winnen nu, wat jij ook zegt, van Sparta Nijkerk uit. Nou ja. Maar wat wij hebben gezien, vond ik HBC inderdaad van de 3 wel een van de sterkere ploegjes. Ja. Slimme ploeg, ja, inderdaad. Ja. Goed, maar dat zijn wij dus ook. En nou, dinsdagavond tegen OJC Rosmalen. En dan volgende week zaterdag op naar Urk. Yes.